We gaan over naar een volgend onderdeel van deze mooie middag. En dat is toch nog wel een ingewikkelde overgang naar deze indrukwekkende film die we gezien hebben. En waarin we, denk ik, allemaal Van Amerongen op een hele andere manier gezien hebben. Eigenlijk op twee andere manieren gezien hebben dan we hem kennen. Zoals we hem zagen, kennen we hem. Zoals hij daar rustig zit te vertellen. De manier waarop hij dat vertelt, dat herkennen we allemaal. Zei dat hij dan niet achterover geleund met die benen in de bank zit. Maar vooruit maar. Maar wat hij vertelt, daar hebben wij op school nooit iets over gehoord. Helemaal nooit. En dat je je dan vervolgens ook nog een keer realiseert dat hij 19 was toen dat allemaal gebeurde. Dat maakte het allemaal weer enorm bijzonder. En ik ben ontzettend blij dat wij op deze manier met elkaar een kleine bijdrage hebben kunnen geven om ervoor te zorgen dat deze prachtige film dat hier is. En ik wil ook nog maar weer een keer tegen de makers zeggen, geweldig dat jullie dat gedaan hebben. En mooi dat we dat op deze manier daar nog een kleine bijdrage aan kunnen geven. Laat ik nou meteen nu ook maar weer een klein overgangetje van de gelegenheid gebruik maken om de andere organisatoren hiervan, en in het bijzonder Willem Merens en vooral ook Bob Renalda, zeer te bedanken voor al het werk wat ze hebben gedaan. Zij zijn eigenlijk degene die de afgelopen maanden, nadat we met z'n vijf bij elkaar waren gekomen, het werk hebben gedaan. We hebben heerlijk met elkaar rondgemaild. Ik zat gewoon zo'n beetje antwoord te geven, dat deed Ronald ook en dat deed Ed ook een beetje. Maar het echte werk is gedaan door Willem en door Bob. En Bob ook de initiatiefnemer van het geheel. En daarvoor wil ik jullie nu vast enorm bedanken. Nou, dan komen we weer in een wat feestelijke stemming. En dan is het natuurlijk voor iedereen ook weer leuk, want daarvoor zijn we hier ook allemaal. Omdat we natuurlijk allemaal van die mooie herinneringen hebben aan Van Amerongen om daar wat over te praten. We hebben van tevoren gevraagd aan twee mensen om dat ook een beetje voor te bereiden. Die ga ik daar straks ook even bij halen. Dat is Maud Roodbaard en dat is Jan Kal. Ik zal Jan straks een beetje moeten afstoppen, want jullie weten hoe dat werkt. Als die begint, dan loopt dat allemaal gewoon door. En we gaan natuurlijk straks ook nog, dat gaan we een interview zien, wat Ischa Meijer heeft gehouden met Van Amerongen. Een aantal delen daaruit, maar dat doen we pas straks. We hebben een paar kwartier om daar nog eens even met elkaar over te praten. En Willem heeft mij ook nog iets toegestuurd, een herinnering die hij had over wat in zijn klas gebeurde. Laat ik daar nou eens even mee beginnen. Dat is een verhaal dat gaat over Huig van der Wandel. En voor diegenen die in dezelfde tijd op school zaten als ik, dan moet ik daarbij vertellen dat Huig dat hij ooit eens een keer onder de scheikundeles, want dat deden we toen allemaal met Lapré, dan mocht je altijd Lapré na te doen. Hè? En dat deed Huig dus ook een keer, waarop Lapré tegen hem zei, en dat hebben we sindsdien altijd onthouden, Huug, wat praat je gek? Ja. Daar begon het mee. Maar wat Willem nou over dit verhaal vertelt, dat ga ik jullie even voorlezen. Dat is het volgende. Tijdens mijn eerste klas, hè, luister goed, hè, Willem. Tijdens mijn eerste klas had Huig van der Wandelen, die pal voor de leraarstafel zat, voor zich op zijn tafeltje een brief neergelegd, gericht aan Marianne Drosten, die toen tweede klasse was, afkomstig van zijn broer Gijs. Bang de aflevering te vergeten, had hij die brief zo goed in het zicht. Van Amerongen komt de klas binnen, ziet die envelop, grijpt hem, ik bedoel, er waren meer mensen nieuwsgierig in die tijd, maakt hem open en leest die inhoud. De klas kijkt niet wel begrijpend toe. De brief wordt weer in de envelop gevouwen en met de woorden: zo, jij bent dus de postillon d'amour op dezelfde plaats teruggelegd. De les kon beginnen. En zegt Willem, ik ben vergeten of Huig het incident bij zijn grote broer gemeld heeft. Kijk, zo'n middag maken we er nou van. Nou zijn er nog een paar anderen die ook nog iets verteld hebben. En die laten, dat waren drie verhalen die allemaal hetzelfde over Van Amerongen zeggen. En laat ik daar ook iets over voorlezen. Het eerste verhaal, dat hebben wij gekregen van Peter Selman. En dat gaat over zijn broer Geert-Jan. En Peter Selman die heeft ook bij mij in de klas gezeten. En het verhaal is als volgt. Mijn 8 jaar oudere broer Geert-Jan,
die kreeg begin 1957 van de longarts te horen dat hij een ernstige longziekte had. Hij was toen 16 jaar en hij zat in de zesde klas. De toentertijd enige probate remedie was een jaar lang kuren in het studentensanatorium in Laren. Dat gaf veel commotie, uiteraard in ons gezin, maar ook op het stedelijk. Geert Jan was een intelligente en goede leerling en de school besloot hem te hulp te schieten. De meest saillante inzet daarbij kwam van Rob van Amerongen. Een oneindige reeks van weekenden klom hij op zijn brommertje, alpino op het hoofd, en tufte naar Laren om Geert Jan bijles te geven. Klassieke talen leer je niet alleen maar uit de boeken en Geert Jan was alfa. Zo simpel was het. Geert Jan ging over naar de zesde en kwam een paar maanden voor het eindexamen weer thuis. Nou was hij aan het sanatorium natuurlijk ruimschoots ontgroend. Hij was veruit de jongste en in feite was hij volwassen geworden. Terug naar de schoolbanken, daar moest hij niet aan denken. En ook daarvoor had Van Amerongen de oplossing. Hij had een buitenhuisje in de buurt van Bergen. En daar kon Geert-Jan regelmatig vertoeven. Bijkomend voordeel was dat Bergen een soort van kunstenaarskolonie was. Schrijvers, schilders enzovoort kwamen daar tot hun artistieke hoogtepunt. Het was dus smullen voor mijn broer. En toen kwam het eindexamen en jawel, hij slaagde met gemak. Er was een innig band ontstaan tussen mijn ouders en Bob, ook met zijn artistieke vrouw en met Chris, waar ik nog mee gespeeld heb. Ik ben ervan overtuigd dat Geert-Jan dit verhaal met jullie had willen delen. Helaas is hij vorig jaar overleden. En gisteren, ik geloof dat het gisteren was, kwam Willem, die kwam Jan Ekering tegen. Oud-collega van Willem, allebei advocaat in Rotterdam. Ik kom net terug, schrijft Willem, van een afscheidsreceptie in de Rotterdamse balie, ontmoet er Jan Ekering, die van niks weet, had niet gehoord dat wij deze bijeenkomst hadden, en dan vertelt. In de vijfde, langdurig zwaar ziek, krijgt 3 maanden privéles van Van Amerongen. En in datzelfde jaar heeft Van Amerongen ook Willem Meijnsen, die een jaar lang met TBC in een sanatorium verbleef, zulke lessen gegeven. En deze Jan Ekering, kreeg bijna tranen in zijn ogen bij het vertellen. 3 verschillende verhalen, 3 dezelfde verhalen. En die nog weer eens op een hele andere manier laten zien waarom wij hier vandaag bij elkaar zijn. Frank Schaken, hij is hier, maar die heeft ook nog een verhaal gestuurd, en dat is weer een heel ander verhaal. Maar ook dat gaat weer over, laat ik maar gewoon voorlezen, vind je wel goed, hè Frank? Castricum en Van Amerongen, daar bewaar ik bijzondere herinneringen aan. Met kerstmis maakte Van Amerongen, hij en zijn vrouw, ieder jaar een schuimhuis, waarin ook lichtjes brandden, gemaakt van eetbaar suikerschuim. En dat werd ook na kerstmis opgegeten. Ooit vertelde Van Amerongen, in de waarschijnlijk strenge winter van 1961-62, daar iets over in onze klas. En hij zei, iedereen die na kerstmis in de kerstvakantie naar Castricum komt schaatsen, die is welkom. En hij krijgt een stuk schuimhuis. Ik geloof het niet, maar dat heb ik gedaan. Samen met een paar medebestuursleden van Amicitia, ik dacht in ieder geval Lili Fortuyn, Hans Stekentee en ik. Een memorabele tocht en minstens even memorabele bijeenkomst in Castricum, waar wij hartelijk werden ontvangen door Van Amerongen en zijn vrouw. En natuurlijk thee dronken en een stuk schuimhuis kreeg. Daarna wel weer met de trein terug. En Frank, je vroeg je af of anderen dat ook was overkomen. Is dat zo? Jij bent de enige die schuimhuis. Maud, wil jij hier komen en eens even vertellen waarom jij, wat jouw band is geweest, is geworden met de familie Van Amerongen? Dank je. Ik ben van eindexamen 1967 een van de 5 roodbaards, 7, want ook onze ouders bezochten het stedelijk gym. En zo kenden we meneer Van Amerongen als leraar en rector, ook Rob later en Bob en ook Laura leerden we zo kennen. Ik wilde graag wat vertellen over Bob en Laura van Amerongen in Kamperduin. In 1989 kwamen mijn vriendin en ik op de fiets bij toeval langs Kamperduin. Ik stelde voor bij mijn oude rector langs te gaan. Misschien een beetje een gek idee, maar ik had goede herinneringen aan hem en Laura was ook wel een beetje nieuwsgierig hoe het met hen zou zijn. We werden heel hartelijk ontvangen. Bob en Laura waren toen net zo oud als ik nu ben.
Ze waren al heel lang in groep en hadden nu gekozen voor een permanent verblijf. En waren al helemaal ingeburgerd in het sociaal-culturele leven van Schorl en Groet. Want ik hoorde dat Bob in het bestuur van de Diep zat en Laura nam vaak samen met Job deel aan kunstenaarsmarkten in de omgeving. Toen we afscheid namen, nodigden ze ons uit om een keer te komen logeren in het zomerhuisje in de achtertuin met de kinderen, dochter van 8 en zoon van 6 jaar en ook de vader van de kinderen kwam mee. Wel van tevoren bellen, zei Bob. De agenda werd erbij gepakt, want regelmatig kwamen er logees, oud-leerlingen, vrienden, oud-collega's van alcohol en drugs in het zomerhuis. Daarna hebben we 1 of 2 keer per jaar met veel plezier bij Bob en Laura in het zomerhuis gelogeerd. Het was heel erg leuk. Gastvrij en veel vrijheid. En eens kwamen met Pasen ook vrienden met kinderen mee. Ze sliepen in hun auto. En Bob vond het geen probleem, Laura ook niet geloof ik, als we elkaar maar niet storen. En op de voorwaarde dat iedereen zich persoonlijk aan mij kon voorstellen. Bob was een geweldige verteller. Nou ja, goed, ik hoef jullie niets te vertellen. Met veel mensenkennis en humor. Vaak ging het gesprek over het stedelijk gym. Bob en Laura herinnerden zich nog heel veel van leerlingen en hun ouders. Allebei waren heel betrokken bij kinderen die het door de omstandigheden moeilijk hadden. Nou, we hebben het net al gehoord, joh. En soms bij hen voor een tijdje in huis waren komen wonen. School was echt hun gezamenlijk project. En nog steeds hadden ze veel belangstelling voor hun leerlingen. En Bob vroeg zich wel eens af of hij het goed had gedaan, of hij niet te streng was. En wees of gemeen tegen leerlingen had gedaan. De zaak Huibrechtse had een grote impact gehad en Bob kon er smakelijk over vertellen. Het hield het midden tussen een Griekse tragedie, een psychologische thriller en een bronsnorverhaal. Over de verslavingszorg, met name het opzetten en coachen van oudergroepen, het houden van voordrachten, optreden in forum of op tv. En dan met een knipoog zei hij om ISGA's programma's op te vullen, dat was het eigenlijk. Of een actie bij Heineken, die buiten zijn boekje ging met een reclame. Zowel het huis van Bob en Laura als het zomerhuis waren heel gezellig ingericht. Jullie hebben het misschien net al op de film gezien. Je zou nu zeggen vintage en antiek, onconventioneel en heel veel boeken. In het zomerhuis zowel de mooie oude Engelse uitgave van Dickens. Bob's vader droeg daar heel mooi uit voor, naast bijvoorbeeld een scheldwoordenboek waaruit de kinderen graag citeerden. Lamlul of droplul hoorde ik dan roepen. En tijdens een visiteronde in mijn huisartspraktijk heb ik daar een keer heel veel voordeel van gehad toen iemand mij voor smetkut uitschold en ik gewoon droplul was. Was heel trots op een mooie aankoop, een oud-Engels cafetafeltje, of was bezig met de verkoop van boeken. En vertelde dat hij eigenlijk het liefst veilingmeester was geworden. Bij zijn aanstelling als leraar op het stedelijk gym had hij bedongen dat hij op maandag een uur vrij kreeg om naar de botermarkt te gaan, waar toen antieke en brokantes werden verkocht. Onze dochter vertelt dat ze het bijzonder vond dat Bob en Laura in haar ogen toch wel een soort opa en oma op gelijke voet met haar praten, niet alsof ze nog een kind was. Ze mochten spelen en pottenbakken in het atelier van Laura, die voor hen gestampte frambozen met sparoot maakte. Onze zoon, geen liefhebber van school, en hem vertelde Bob dat school niet zoveel voorstelde. Eigenlijk meer een gedwongen behandeling is. Maar dat het wel belangrijk is om veel te weten. Hij vertelde mij trouwens ook dat hij dankzij Job had geleerd om een vrije trap feilloos met een soort effect in te kunnen schieten. Want dat hadden ze achter in de tuin geoefend. Het is verdrietig dat Bob door zijn geheugen en spraakbeheersing zijn prachtige verhalen niet meer kan vertellen. Maar het is nog steeds een hele warme en lieve man. En het is fijn om Bob en Laura te bezoeken. Dankjewel. Heel goed. Ja,
een van de verhalen die ik mij toch nog herinner, dat is ergens, moet dat in de vijfde klas geweest zijn. En toen mocht er iemand van school, die mocht naar Straatsburg toe. Oh ja, zegt Ronald. En daarvoor was uitgekozen Bob de Jong. Bob de Jong was een van de jongens in onze klas. Die was akelig slim, maar was ook sociaal niet de gemakkelijkste. En het was dus ook ongelooflijk goed dat ze Bob hadden uitgezocht dat die naar Straatsburg moest. En van Bob kon je altijd veel zeggen, maar dat was zo eentje die, als op een gegeven moment de leraar iets zei, dan stak hij zijn vinger op en dan begon hij te vragen, maar hoe zit dat dan? Kwam er een antwoord en dan kwam hij weer een keer en nog een keer. En op een gegeven moment had Van Amerongen daar echt genoeg van. En je zag hem dat hij zich een beetje aan het opwonden was. En toen zei hij, Bob de Jong, als ze in Straatsburg een museum voor de prostitutie zouden hebben gehad, dan was jij als oude hoer in de vitrine gezet. En je begrijpt dat ik dat nooit vergeet. Ik zei net al, Jan Kal is een spraakwaterval en ik weet niet wat het verband tussen die twee is, maar Jan kan erbij. Neem deze microfoon, maar ik hou hem even. Dat is goed, ik ga jou wat vragen. Ik heb geen toespraak voorbereid. Ja, dat is helemaal goed. Nou, begin. Nou, hier staan we nu op. Precies een halve eeuw geleden, 50 jaar geleden, zaten we hier bij elkaar in de klas. En daar ben ik uiteindelijk derde van verwijderd door Van Amerongen, maar dat zal ik zo vertellen. Maar ik wil eerst vertellen, degene die jullie langs kennen, is Laura. En die kende ik al lang voordat ik wist dat zij mevrouw Van Amerongen was. In Haarlem-Noord is een nieuwbouwwijk gebouwd in 1953 en wij woonden daar, zat ik in de eerste klas van de lagere school. Ik moest boodschappen doen voor mijn moeder. En er stonden allemaal huisvrouwen, gewone vrouwen. En er was één mevrouw, ja, die was, dat zag ik toen al, toen ik was 6. Jij was 24, denk ik. En die was anders. En dan liep ik daar enige gepaste afstand achteraan. In de 6 jaar lang een hele lagere school. En ik heb ook wel eens gekeken waar ze woonde. Dat was precies schuin tegenover ons. En dat vond ik nou echt de mooiste vrouw die ik ooit in mijn leven, dat is nog niet zo lang, maar ook daarna gezien heb. Ja, je, 6, hè, zei je. 6 was je. Ja, ja 6. 1953 ja. Was het. En de hele lagere school dacht ik, god, ja, die mevrouw zou niet getrouwd zijn, maar wat voor man moet dat dan wel zijn? Ik heb een hele lagere schooltijd om me heen gekeken en ik zag geen enkele man die ik daarvoor in aanmerking vond komen. Toen kwam de schok, de eerste Amicitia-avond, toen ik in de eerste klas zat, mocht ik nog niet meespelen in Linos, kwam een jaar later. Want dan stond ik bij de sopraantjes te zingen. En daar kwam meneer Van Amerongen met nazicht, die mooie vrouw. Ik dacht, dit kan niet. In het eerste klas had ik nog geen les van Van Amerongen. Maar toen hadden we les van een keurige meneer, de heer Huibrechtse. Later wel, dan was ik helaas niet zo goed in de talen, in de klassieke talen deed ik er wel mijn best op. Dat aan het eind van de derde, kreeg ik 3 vijven. Dat is met een taak. Maar toen moest ik bij Van Amerongen komen en kreeg ik een her voor Latijn. Ik moest bij mijn vader komen. Ik dacht, nou ja, je hebt de hele zomer, dan kan ik van die 5 wel een 6 maken. Ja, zei Van Amerongen, maar het zou wel bijzonder tragisch zijn als je de hele zomer zit te studeren en dan haal je het niet. Ik denk, nou, dat moet kunnen. Maar mijn vader, die schatte het reëel in, want Van Amerongen zei, jij bent echt een wiskundemannetje. Jij bent een typische HBSB'er. Je hebt geen taalgevoel. En ik mocht zonder meer over naar de vierde klas van een van de aanpalende moerassen van het middelbaar onderwijs in Haarlem. Want zo noemde Van Amerongen. Ja, zo noemde hij dat, ja. Dat had jij niet zelf gezegd. Nee. Nee, laat ik maar even duidelijk zijn. En ik vond het verschrikkelijk dat ik weg moest. Ik weet niet, het is een keer geweest dat ik het meest moest huilen. En later zei Van Amerongen, jij huilde altijd.
nooit, maar die ene keer heeft indruk gemaakt. Later, ik moest toch naar het Cornet. Deze hier tegen geprotesteerd, ik speel in Linos. Met jou zelfs nog achter mij, kan je nagaan. Ik zat als te doen gebruikelijk achteraan bij de tweede violen. Ja, tenzij het op derde violen waren, dan zat ik daar. Ja, op woensdagmiddag moest ik nog een beetje bijvielen. Nou, kan je nagaan. Op dat Cornet Lyceum, ja, we weten het, hebben we ook enige tijd gezeten. Ik was 2 jaar ziek geweest, vond erbij. En toen zat ik op mijn 9e jaar op het gymnasium. Toen was ik een vergadering van rectoren. En ik liep door de gang van het Cornet Lyceum. En daar liep de rector van het Cornet met Van Amerongen. En ik zei, dag meneer Van Amerongen. Zo, Jan Kal, nog steeds ben je het middelbaar onderwijs werkzaam, zie ik. Later, het heeft me nooit lekker gezeten dat ik van het gymnasium af moest. In de 4e ben ik gewoon blijven komen met Linos meespelen als oud-leerling. En op een gegeven moment had ik, in 1974 had ik een eerste dichtbundel gepubliceerd. En die heb ik toen aan Van Amerongen aangeboden en mocht ik in het vervolg op de verjaardagen komen. En vele jaren later, en dat was goed gedaan, zei hij, ja, dat hij dat toch niet goed gezien had. En bij mijn... Heeft hij daar, om het in deze tijd gesproken zijn, excuses voor aangeboden? Nou, ja, dat nou ook weer niet. Maar we hebben vele malen afgesproken het er nooit meer over te zullen hebben. En ik heb Van Amerongen altijd vereerd. Op een gegeven moment ging ik trouwen, 1980, althans dat dacht ik. Alles was klaar. En het meisje dat ik kende, haar vader kwam notabene, dat wist ik ook allemaal van tevoren niet, voor in de avonden, waar hij even langskomt in het boek met een avondje, met een meisje. En dan zegt de hoofdvrouw van de avonden, je mag het alkoofje wel even een half uurtje hebben, Piet. En het was ik vereerd dat Van Amerongen die zou mijn getuige zijn. Hij zei, dat is de 2e keer in mijn leven dat het me overkomt. Eerst bij K. van Dreven en toen bij mij. Alleen ja, op de laatste dag kwam er iets tussen. Wat zeg je? Geen taalgevoel. Ja, postzegels, ja. Oké, okay, nou dat is dat leuk. Vertel maar, dan moet jij het maar in. Als Jan het niet vertelt, dan moet jij het. Nou nee, kijk, ik ben ook toen met mijn verloofde bij Bob en Laura geweest. En de hele trouw was klaar. En het was een diner, alles was klaar, alles stond klaar. Je werd uitgenodigd. En ik zat toen een beetje krap in kas en ik had geen geld voor postzegels. En mijn vriend die gaf mij postzegels om op te plakken. En daarna bood hij een bachelor's party aan. En ik een bachelor's party. Ja, dan denk je aan gelal op het Rembrandtsplein. Maar nee, het zou een heel leuk feestje zijn. En op de dag dat de trouwkaartjes weggingen, gingen ze even naar die vriend toe om die bachelor's party voor mij te organiseren. Maar hij was weer bezig met zijn eigen bachelor's party te organiseren. Maar. Jan, daar weten wij toen al helemaal niks van. Maar je zei, je bent ook nog wel eens op een verjaardag geweest. Is daar nog iets over te vertellen? Iets wat wij niet weten, maar ik denk van nou, dat is in het kader van waar je nou bij elkaar zit interessant om te vertellen. Nou, ik mocht dan ook op de verjaardag, kwam ook de verjaardag van Karen van Dreven. En Nico Scheepmaker, met wie we samen een boekje hebben geschreven, die zei, de verjaardag van Karen van Dreven, die gaat altijd hetzelfde. Die is ieder jaar hetzelfde. In het midden zitten Karel en Bob. En die hebben het vertellen over de oorlog en de rest luistert. Ja. Ik heb ook nog vanavond nog steeds mijn bundels gegeven. En degene over wie ik de meeste gedichten geschreven heb, behalve Frank Sinatra, dat is een meisje die heet Marina. En dat was op tragische wijze misgegaan aan het eind van de school. Maar 10 jaar later was het weer aan. En in mijn enthousiasme vond ik dat toen bij jullie te vertellen. Ja, dat meisje heette in dit verband, doet het er wel toe, die heette Van der Kooi van de achternaam. En ik was zo enthousiast en Bob wist hij meteen, zo, zei hij,
We kunnen hier wel spreken van een van der coitus interruptus. Nou, zijn bijdrage op mijn trouwerij is niet doorgegaan, maar toen ik mijn 10e bundel had, die ging over Haarlem. En toen had ik Bob gevraagd, en dat wou hij graag doen. En die heeft mij toen, ik heb daar zo'n mooie video van, 20 jaar geleden, prachtig toegesproken hier in de Gravenzaal op het stadhuis. Hij wou het graag doen, maar de bundel werd mij uitgereikt door de wethouder van cultuur. Maar eerst vroeg hij, van welke partij is die wethouder? Ik zei, van het Christendemocratisch Appel. Van Amerongen betrokken. Ik zei, die zijn voor gezinswaarden. Ben je daar tegen? Nou, zei hij, het is wel goed. Dankjewel. Goed. Dankjewel. Wij hebben niet voor niets een paar microfoons in de zaal zitten. Er zijn vast een paar mensen die nog hebben gedaan. Kijk eens aan. Oh ja, doe ja? Ja? Ja. Dat is te hard. Nu, volgens mij. Oh, oké. Want ik heb Bob op het gymnasium natuurlijk meegemaakt, maar ook in zijn latere functies bij de alcohol- en drugsvoorlichting. We gingen met de trein terug van de begrafenis van Edso Waterbolk. Mijn oom Edso Waterbolk. Bij wie ik in huis ben geweest een tijdje. Ik vertelde Bob over mijn huisje in Drenthe dat ik daar vaak helemaal alleen zat. En hij keek me heel bezorgd aan. Ben je nou niet bang zo helemaal alleen in het bos, zei hij. Ik zei, nee Bob, ik ben niet bang, want ik ben afgestudeerd theoloog en volkomen ongelovig, maar ik zei, mijn ziel is gered voor de eeuwigheid. Ik zie niets. Bob keek mij aan en zei, waar heb je dat vandaan? Want die uitdrukking die ken ik. Ik zei, die is van Hannes Bogaert uit de Haarlemmermeer waarschijnlijk wel bekend, die mijn Joodse pleegzusje bij ons heeft gebracht. Nou, zei Bob, die ken ik heel goed. Ik heb hem nog een kunstgebied gegeven. En dat zijn ziel gered was voor de eeuwigheid, daar heeft hij braaf gebruik van gemaakt. Hij was onvoorzichtig als ik weet niet wat. De Heer zal wel zorgen. Ik heb hem gewaarschuwd en hij heeft naar me geluisterd. Hij is minder onvoorzichtig geworden. En toen kreeg ik tussen Amersfoort en Amsterdam het verhaal van het verzet, waarover hij nooit iets had verteld. Mijn bewondering voor Rob is daardoor zoveel groter nog geworden, en ik zal het nooit vergeten. Onze meneer Van Amerongen. Wie volgt? Kom maar even hier, dat is eigenlijk veel leuker, dan kan iedereen goed zien. Ja. Dag, ik ben Ole Hoekema, eindexamenjaar 1959. Bob van Amerongen sprak mijn vader, die godsdienst gaf, regelmatig in de docentenkamer en dat klikte goed. De atheïst en de dominee, dat ging prima. En een paar jaar daarna, na mijn eindexamen, heb ik hem een keer gevraagd voor een dies van een theologendispuut.
Ik studeerde ook theologie toen. Ik ben niet zo ongelovig geworden als Jetty, maar even goed. En ik herinner me nog heel goed, dat deden we in een zaaltje boven een van die restaurantjes aan het Kattegat. Het was maar een klein clubje. En ik had hem gevraagd om te spreken bij ons voor die dia's van het dispuut. En hij sprak over het antisemitisme in de oudheid. En in mijn beste herinnering, en dat zou ik graag geverifieerd willen hebben hier, was dat toen op dat moment voor hem een promotieonderzoek. Dat is nooit afgemaakt, denk ik, maar ik vond dat heel bijzonder dat hij dat deed. Hij kwam natuurlijk binnen zoals hij altijd binnenkwam, beetje scheef, beetje met een lachje. Zo van, hier is de atheïst in het hol van de leeuw tussen al die theologen. En hij heeft zich prima geweerd en het was een geweldige avond. En ik zag Laura net knikken toen het over dat promotieonderzoek ging. Ik zag jou net knikken toen het over dat promotieonderzoek ging. Dus daar heb je meteen antwoord op. Nog anderen? Er waren er net toen ik hier binnenkwam, er waren er nog een paar mensen. Jolanda, jij had daar nog een verhaal. Kom eens even hier. Ook korte verhalen zijn mooie verhalen. Ik ben Jolanda Brandt en van 65. Ik herinner me nog goed dat ik bezig was met de studiekeuze en dat ik naar de voorlichting was geweest psychologie in Amsterdam, maar daar wilden ze alleen maar beta meisjes of jongens, dus daar viel ik helemaal niet onder. Maar gelukkig kende ik het zusje van Mariet Floor en Tineke Floor en die studeerde psychologie in Groningen, dus ik dacht daar moet ik wezen. En toen ik, toen mijn moeder dus met Van Amerongen daarover sprak, toen zei hij in al zijn wijsheid, oh, als ze in Groningen gaat studeren, dan zie je daar niet meer terug. Die blijven daar allemaal hangen. Maar vandaag ben je hier. Ja, ik ben weer. Zover is het. Zijn er nog kijkers aan? Joan Merens, kom erbij. Wij worden ondertussen hier opgenomen, dat is door een van de leerlingen van het gymnasium die hier daar zijn vrije middag voor opoffert. En daar zijn we je buitengewoon dankbaar voor. In 1967, ook een ongelovige theoloog, dus ik dacht ik ga maar eens in het rijtje staan. En het gaat ook alles over het geloof, want ik wil iets vertellen over Van Amerongen als Sinterklaas. Ik weet niet of jullie herinneren dat hij één of twee keer als Sinterklaas optrad op 5 december in de aula aan de andere kant op het Prinsenhof. Ik herinner me daar twee kleine incidenten van. Het eerste was dat hij mevrouw Hazevoet, onze gymlerares, onderhield over het feit dat de meisjes zo regelmatig niet op gym kwamen. En hoe het toch kwam dat zij wist wanneer ze altijd hun periode hadden. Het andere was, het was de tijd dat de leraren in auto's naar school begonnen te komen. Daarvoor gingen ze of op de brommer of op de fiets. Maar toen kwamen de deux chevaux op het binnenhof aanrijden. En ik herinner mij dat Van Amerongen als Sinterklaas, juffrouw van Erpetaalman Kip, die volgens mij ook aanwezig is, naar voren riep en zei, ik heb een briefje gevonden onder een bank in een klaslokaal. En daarin staat, hoe kan dat nou? Kip in eend. Nog eentje. Ik ben dan geen leerling van Van Amerongen. Ik ben slechts een ouder van de enkele lieve kindertjes die daar bij op school zaten. En ben zelf dan door scholen opgevoed die een totaal andere stijl erop maken dan. Maar goed, Van Amerongen was er dus. En op een goed moment hadden we dan een zoontje op school en toen kwam al gauw een,
een brief van hem. Hij wou nou klasseavonden gaan houden. Speciaal voor de leerlingen. En de ouders waren ook wel welkom. Enfin, daar zaten. Moet ik u schetsen hoe dat in die oude gymnasium aan de overkant hier ging. De zaal, de aula was uitgebreid en dan zat dus Van Ameren voor. En dan kwam er een troep kinderen. En dan daarna kwamen de ouders die ernstig toekeken. En Van Ameren begon toen, en dat kan je zo een aforismeboek opschrijven volgens mij, dat hij nu ging beginnen met het initiatief van de klassenavonden per klas dan, speciaal ook voor de kinderen en of de ouders die moeilijkheden veroorzaakten. En dat geniale uitspraak was dat. Dank. Eigenlijk hoort het er niet bij, maar ik vertel het toch. Dat was het, daarnet, ik geloof dat Maud het daar ook over had, nog over de overgang van de periode van Huibrechts naar Van Ameren. We weten allemaal dat het ingewikkeld is geweest. En mijn vader die was in die tijd president-curator. We weten ook allemaal dat het op een gegeven ogenblik heeft geleid tot een strafzaak tegen Huibrechts. En mijn vader die moest daar getuigen en toen kwam hij thuis. En toen zei hij, dat is me toch nog nooit overkomen. Het zal me ook nooit meer overkomen dat zowel de president van de rechtbank als de officier van justitie, als de advocaat, als de verdachte, dat ik die allemaal tutoyeerde. Wij komen bijna aan het einde van deze mooie middag, maar ik neem jullie eerst nog even mee naar, ik weet niet precies de datum, het zal 17 of 18 of 19 januari 1964 geweest zijn. Wij hadden in de vierde klas les Grieks, hadden wij van Ameren. En Van Ameren die komt, die roept mij bij zich en Job van den Berg. En dan zegt hij, jullie gaan nu mee, want ik heb een zoon gekregen, die heet Job en we gaan hem samen aangeven. Job, het woord is aan jou. Het moet in de tijd geweest zijn dat mijn vader net nog of net niet meer op het gymnasium werkte. Ik zat met mijn vriend Herman in de trein van Amsterdam naar Haarlem op terugweg van een wedstrijd van Ajax. En tegenover ons zat een jonge man die mij, in mijn herinnering zal best iets wat vertekend zijn, zeer indringend aankeek. Herman en ik stapten in Haarlem uit samen met de eerder genoemde jonge man die mij op het perron nog even staande hield en vroeg: ben jij een zoon van Van Amerongen, de rector van het Stedelijk Gymnasium? Na mijn bekentenis voegde hij mij toe: ik heb geleden onder het schrikbewind van je vader. Het voert te ver om te zeggen dat ik er een trauma aan heb overgehouden, maar de term schrikbewind maakte diepe indruk op me. U zult begrijpen dat aardige, lieve, warme woorden over het rectoraat van jullie, meneer Van Amerongen, en mijn vader tot op de dag van vandaag de functie van pleister op de ziel vervolgd. In de traditie van mijn vader, maar mij zeer wel realiserend dat ik voor wat betreft het gesproken woord en het geschreven woord niet in zijn schaduw kan staan, wil ik u mede namens mijn moeder bijzonder bedanken voor alle geleverde inspanningen die deze dag tot ons voor een onvergetelijke maken. Het is overweldigend, te veel en het nodigt uit tot een uitvoerig dankwoord, maar spreken in de traditie van mijn vader is vooral ook kort spreken. In 1992, dat jaartal weet ik nog wel exact, bereidde ik mijn maiden speech voor de stadsdeelraad Pijp voor. Het onderwerp was de scholenfusie in het stadsdeel. Ik vroeg mijn vader mijn bijdrage kritisch te lezen. Onderaan het schruk schreef hij: het is een bij de progressieve mensheid veel voorkomende misvatting dat de boodschap indringender wordt met de toename van de omvang. Dat is nog een feedback waar je wat mee kunt. Het is toch geen toeval dat ik hier naast je sta. In de afgelopen weken heeft er een gebeurtenis en een aanloop naar een gebeurtenis plaatsgevonden waarvan het me daadwerkelijk verdriet dat ik ze niet met mijn vader heb kunnen delen. De eerste betreft het gymnasiumadvies dat zijn kleinzoon heeft gekregen. En in mijn gedachten hoor ik hem zeggen: je behoedt dat kind toch wel voor die onzin met die klassieke talen. De gebeurtenis ter voorbereiding waar ik op doel is de gebeurtenis waar wij vandaag alle getuigen van zijn.
Als ze werkelijk niets beters te doen hebben, moeten ze het vooral niet nalaten. Zoiets doe je alleen voor leden van het koninklijk huis of mensen met grote verdiensten voor het vaderland. In beide gevallen geldt echter dat mijn vader het stiekem ontzettend leuk had gevonden en er heel erg trots op was geweest. Dat ik in het verleden spreek van mijn vader heeft alles te maken met zijn eerder gememoreerde ziekte. Mijn vader is niet overleden, maar lijdt aan de ernstige hersenziekte vasculaire dementie. Die ziekte maakt het, althans in het stadium bij mijn vader, zeer moeilijk tot praktisch onmogelijk om zaken met hem te delen. Of ik moet eigenlijk zeggen, om zaken met hem te delen op de manier zoals wij dat gewend waren. Het is ook de reden waarom hij hier vandaag niet is. Het is hier te druk, er zijn hier te veel prikkels. En er zou voor hem, wat voor ons zo leuk is, maar voor hem te weinig het feest der herkenning zijn. Minder goede tijden maken het onmogelijke verlangen om oude tijden te doen herleven groter. En hoewel het relatief nog maar kort geleden is dat mijn vader gewoon gezond was, wordt de familie, en wel zeer in het bijzonder mijn lieve moeder, zeer in beslag genomen door het heden. De jongste generatie, mijn zoon, heeft al bijna geen beeld meer van opa in goede doen. En daarom is het ook zo leuk en zo bijzonder om beelden uit oude tijden te zien en verhalen uit het verleden te horen. De ontroerend mooie documentaire van Loes, het prachtige interview met Ischa. Twee mensen aan een tafel onder een lamp in goed gesprek. Televisie zoals het tegenwoordig niet meer wordt gemaakt. U hebt met deze dag een kwade jeugdherinnering aan het gymnasium, dat we door dat verdomde zaterdagsonderwijs pas altijd zaterdagmiddag naar ons zomerhuis in Goed konden afreizen, doen verdringen. Mijn vader was en is een bijzonder lieve vader. Een man die mij in alle opzichten geïnspireerd en in moeilijke keuzes in het leven gesteund heeft. Maar hoe hij als rector en leraar was, daarvan heeft hij natuurlijk een veel beter beeld. Mijn vader mocht op feesten en partijen nog wel eens verhalen over zijn gruwelijke strengheid. Zo moet hij een leerling ooit hebben uitgemaakt voor een lachend bord pap. Voorwaar geen zachtzinnige kwalificatie. Ook moet hij ooit tegen een jongen wiens vader directeur van een MAVO was in de regio Haarlem: jongen, wanneer het je hier niet bevalt, dan ga je maar naar dat pestschooltje van je vader, gezegd hebben. En ook dat is verre van mooi. En toch, alleen als het alleen maar een schrikbewind geweest was, dan waren er vandaag waarschijnlijk minder mensen geweest. Zou er geen aankondiging van een parquette zijn geweest en was er niet zo ontroerend veel geld ingezameld om de productie van een fatsoenlijk lamp mogelijk te maken. Mochten er desondanks nog oude rekeningen vereffend moeten worden, ik ben daarvoor in de nazi beschikbaar. Ten slotte, een kleine vraag hoe goed u op mijn vader heeft gelet. Wie van u herinnert zich nog wat mijn vader altijd bij de lunch voor de lunch bij zich had? Er was één vast attribuut. Daar waren wij nooit bij. Nee, daar waren we niet bij. Mijn vader had altijd bij zich een plat rood ijzeren sigarenkistje waarin een patria crackertje zat. En ik wil dat u weet dat dit crackertje al die jaren is gesmeerd en in het doosje gedaan is door mijn moeder. Zoals ook voor alle anderen in het leven van de oud-rector geldt: geen meneer Van Amerongen zonder mevrouw Van Amerongen-Meursing. Ik dank u wel. Ontzettend fijn vinden dat je er bent. Job heeft net al verteld dat dat niet eenvoudig is, maar wij hopen ook dat deze middag jou daar ook nog weer steun in geeft. En we hebben daar een tweetal kleine cadeautjes voor je. De eerste, die bos bloemen, die staat hier niet voor niks. Die gaan we straks inpakken, die is voor jou om mee te nemen. En we hebben, ik weet niet of je hem hebt, we hebben het interview van Ischa met Bob, hebben we hier en dat geven we aan jou. Alsjeblieft. Mee te nemen. Dat komt wel goed straks. Ten slotte, ter afsluiting van dit officiële gedeelte, is het woord aan de rector Zoë Kwint. Ja, u begrijpt, ik voel mij nu toch wat nietig. Ik werk hier nu inmiddels anderhalf jaar en begon eindelijk een beetje het gevoel te krijgen dat ik er ook bij ging horen. En ik kwam hier als een van de jongsten binnen
En ik ben ook nog de eerste vrouw in 623 jaar die rector van deze school mag worden. Het heeft een krant gehaald. En het gevoel dat ik erbij ging horen, dat is na deze middag toch wel weer iets afgenomen. Maar misschien één geruststelling voor u, ik ben ook klassica. Het mooie van middagen als deze, als ik kijk naar het prachtige initiatief en de mensen die een mooie film hebben gemaakt, is dat een school en alle mensen die daarbij horen en die er opgezeten hebben en die er gewerkt hebben, dat zo'n school zich weer even helemaal voor je ontvouwt. En dat er zo'n lange en rijke geschiedenis ligt en dat die geschiedenis eigenlijk hier ligt. Maar zoals ik al begon, het geeft ook je nietigheid aan. En tijdens deze middag drong mij even het beeld, u heeft het waarschijnlijk wel gezien, Robert Dijkgraaf die zijn afscheidscollege gaf over het ontstaan van het heelal. En daar heel beeldend in 3 kwartier wist te vertellen aan de hand van 14 boeken hoe dat nou allemaal zo gekomen was. En dat beeld van die 14 boeken, dat voelde ik vanmiddag. Ja, en wij, ik, zit dan ergens op die laatste pagina in die allerlaatste lettergreep. Maar het doet je ook realiseren hoe rijk deze school is. En wat mooi het is dat mensen toch weer de jaargang 65, 66, de initiatoren van deze gebeurtenis, dat die de moeite nemen om dit te doen. En ik wil de initiatiefnemers dan ook namens de school hartelijk danken voor dit prachtige gebeuren. En ook de makers van de film. Eerlijk gezegd had ik me er zelf niet op voorbereid dat de film zo mooi, maar ook zo indringend zou zijn. En hij zal ongetwijfeld bij een groot aantal van ons, althans wel bij mij, ook persoonlijke herinneringen hebben losgemaakt. En ja, ik blijf natuurlijk wel een onderwijsmens. Dus ogenblikkelijk dacht ik, wat een prachtig project ligt hier met zo'n film. Die we zouden kunnen gebruiken en onze leerlingen zouden kunnen laten zien. En er zijn zoveel mensen in de zaal die er nog zo goed over kunnen vertellen. Dus ik hoop dat ik daar met de makers van de film nog een keer over mag praten. Tot slot, crowdfunding. Crowdfunding is vandaag de dag een gevleugeld woord. Het is, zoals je zo vaak hoort, zo 2013. En u bent er goed in geweest. En ik heb begrepen dat het naast het maken van deze mooie film ook het idee is om een blijvende herinnering aan de heer Van Amerongen aan te bieden in de vorm van een plaquette. En daar zijn we enorm dankbaar voor en daar willen we u ook bij deze voor danken. Tot slot. Ik sluit de middag af met een praktische mededeling. U heeft vast wel gemerkt tijdens de pauze dat die wat turbulent verliep in uw zoektocht naar het vinden van koffie en thee, die nu bleek te zijn en hopelijk heeft u nog een klein glaasje water kunnen bemachtigen. Ik hoop dat wij het een beetje goed kunnen maken door in ieder geval de borrel aan te bieden. Dank u wel voor de aandacht.